kun je nog helemaal niet weg. Ja! Jaap, heb jij dat wel eerst gevraagd? Hoeveel hij zou doen? Nee, ik heb allebei geproefd. Ongelooflijk. Wat een sensatie allemaal. Ted, wat doe je? Er was eens een meisje van het Twentse platteland. Ze verhuisde naar het Gooi met haar blonde muzikant. Joehoe. Ze scheurt van op naar her voor presentaties en voor shoots. Oh my god! Ze houdt alle ballen in de lucht met Mukjo, Ted en Snoet. Ze neemt je elke vrijdag mee. Yes. Om 5 uur. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Nog van ons oude huis af. Het duurt niet lang meer, want we hebben een sleutel gekregen van ons huisje wat wij even tussendoor hebben gehuurd. Vlakbij waar we eerst hebben gewoond. Gemeubileerd en al. De hele week stond in het teken van inpakken. Verhuizen is zo niet leuk eigenlijk. En vooral niet als je 2 keer moet doen. Maar goed, heel erg fijn dat je onze lieve nieuwe buurman heeft een pand, zeg maar, te koop. Met een soort van opslag. Misschien is het zelfs even heel fijn om daar een kantoortje voorlopig te huren. Maar daar staan al onze spullen. Dus dat is wel fijn. Dan hoeven we het alleen nog maar een paar meter te sjouwen straks als we over kunnen. En we gaan volgende week echt over naar dat andere huisje. Want 27 december is echt de overdracht bij de notaris 's ochtends. En dan moet het huis natuurlijk helemaal klaar zijn en opgeleverd en schoon zijn. En ondertussen gaat het eigenlijk best wel gaaf in het nieuwe huis. Want de trap die gaat er vandaag in. We zijn al een eindje onderweg. En de vloer ligt er beneden in. Volgende week wordt de vloer boven gelegd, maar vanaf maandag. En het ziet er al heel anders uit. Nou, de riolering is gelegd, wat ook heel leuk is. Verder in de vlog zit heel veel weken zet. Want Jaap en ik hebben gekookt bij Ron Blauw voor het goede doel. En we hebben gewonnen! Nee, echt. Waanzinnig gaaf, want we hebben 50.000 euro aan zendtijd gewonnen voor het WKZ. Dat is heel fijn. Natuurlijk zijn we druk bezig geweest met die kamers, maar het was ook heel heftig. Want de 1 kamer wat we af wilden maken, die werd in gebruik genomen door ouders. Gelukkig hadden we al een slaapbank. Oh, echt heel zwaar, want 1 van de tweelingen is overleden. En de andere tweeling ligt op de IC. En dit zijn helemaal geen prematuurtjes. Het eerste kindje was overleden in een beetje thuis. En ze hadden het RS-virus. Kwamen ze achter en de ene die ligt nu, dus hadden alle draadjes en stikstof en zuurstof en het gaat nu gelukkig stabiel. Maar goed, nou, ik heb genoeg erover gehuild deze week en ik vind het wel heel fijn dat het andere kindje stabiel is. Ik ken de ouders helemaal niet, ik ken de kindje helemaal niet, maar je kunt je voorstellen dat dat toch niet in koude kleren gaat zitten. Dus we gaan volgende week weer terug om het af te maken, nemen we natuurlijk ook weer mee en verder, veel verhuizen ook. En we hebben gezinsuitbreiding, want er is een tweeling geboren bij mijn ouders thuis, door schaapjes. Het ging in eerste instantie niet zo goed, maar het gaat heel goed met ze. Ze drinken nu bij de moeder, ze kunnen weer lopen, het gaat heel goed. En een bevalling van schaapje nummer 2. Kijk maar mee. Heel veel plezier in deze vlog en hopelijk tot volgende week dat ik iets minder gestrest ben. Update. Kijk, je zit bijna niet onder een stuk. Hey. Kijk, mooi. Kijk zo, met een meisje eromheen. Ah, wat top! Kijk. Zo wordt hij. En dan ligt daar een tweede. Mooie ronde tweede. En hier wat tweeders. Hallo. Opstaan, hè? Ja, de eerste tegenplaats zit er weer aan. Ivo, die is er druk mee. Ivo, jij bent mijn held, weet je? Zeker. Ja, voegje. Ah, mooi hoor. We gaan met alles inpakken, uitzoeken.
Nou goed, speelgoed. Alles is verder leeg. Nog meteen met een beetje weemoed. Ik wil hier nog helemaal niet weg. Normaal niet, nou het andere huis nog niet hebben. Joepie. Met de verhuizing betekent dat we heel veel moeten weggooien. Maar die zijn toch voor ons? Ja, dat gaat allemaal mee naar het nieuwe huis. Oh my god, wat een zooi. Oh. Mooi hè? Kijk hier, die glans. Wauw. En ik heb het woensdag gedaan. Het is nu vrijdag, maar kijken. Zo mooi. Ik heb er niks aan gedaan. Alleen nu een knoet ingehaald. En dit is nog steeds van woensdag. Heel blij mee, Nicole. Echt. Komt hier een soort van Super Mario voetballer. Cool, man. Nee, maar dat is even wel beter. Maar wat doet hij? Wat stop je dan? Ik heb het één keer een mand. Mooi oranje, Nicole, ben je? Oeh, hij kijkt wel alsof hij scoort hoor. Super, maar ik snap niet dat hij van hier grijpt. Volgens mij mag het niet als het gegeven is. Maar zo'n belangrijke wedstrijd. Ja. Pak hem, Andries. Go get him. Hij, hij ging niet eerst er naartoe. Oh. Kunnen jullie Messi even bij je houden? Kom op, sowieso. Ik film wel, maar kijk niet. Oh. Oh. Ik zal weer wachten. Hou tegen. Ik ga niet meer met een andere Messi. Ah! Ah, zo slecht ingeschoten, die bal. Kom mee, Nee! Links! Pak hem. Oh, shit. Kom op, jongen. Ja! Die weg was die. Die heeft ze wel onvergetelijk gemaakt. Nou, wat denken jullie? Ja, dit is gemist. Andries, Robert. Pak hem, Andries. Enzo Fernandez. Nou, dat heeft ze op zich al gedaan. Enzo Fernandez. Ja! Is het goed raak, hè? Ja, het is goed raak. Oh, ze hebben 18 niet gewonnen. Nee, toch? Ah! Lekker jongen. Als ze nu scoren. Wat dan, Wout? Oh. Dat was een spannende wedstrijd, vergeet het nooit meer.
Ach, schattig. Ze zijn al groot. Stilte voor de storm. Als ik dit in mijn broek stop, dan krijg ik heb al een beetje een bolletje, dan krijg ik nog meer een bolletje. Maar wat dan weer op politiek is om te doen, is dat je dat gewoon weer dit kaart doet. Zelfs pieken, niet terug. Kijk, dan heb ik hier dus geen rand zitten. Het is mooi glad en het zit super strak. Met de Teddy. Hi Ted. Kijk eens of die goed is. Is die nog goed? Ah, ja, elke keer hetzelfde grapje. Joep, lekker? Ze mogen echt pannenkoeken versieren. Heel mooi. Ja. Maar die eet vooral de marshmallow. Is dat, wat is er aan de hand? Is die niet goed? Hey! Vijf is een beetje bevroren. Vet. Lijkt er gewoon nep dit. Kijk, ik kan helemaal schaatsen daar helemaal naar achter. Niet dat ik kan schaatsen, maar goed. Lekker veel hooi op de vork. Wauw, mooi van make-up hoor. Ik ben Nicole. Lekker thuis bij. Ja. Nou, daar gaan ze hoor. Waar gaan jullie naartoe? Christmas? Nee? Voor het goede doel. We moeten kopen en winnen. 50.000 euro centtijd van het WKZ erop. Zet hem op! Daar ben ik! En Teddy! Mwah. Ja! Bedankt Nicole! Doeg! Ja, ben je er klaar voor? Zeker! Wij gaan koken bij Ron Blauw. Nou, Jaap heeft vaker in de keuken gestaan, ik niet. Ik doe wel de bediening. Alsof ik het weet. Zin in. Hoi! En dan kan de hele brigade iets dichterbij komen. Dat is een brigade, zeg maar. Ja, jawel. Jullie zijn daar, ja. Hallo. Oh ja, hier zo in het hoekje, zo dat jullie in de box staan. Ja hoor, ik zet het hier neer. Ja, fine. Ja, ik heb daar wel redefined meat. Redefined meat. Ja, de taco. En het taco. Ja. Dus dat laat ik helemaal aan jou over. Ja. Hij mag de zien. Een beetje pittig. Dus je mag zelf. Hij is Indisch, hè? Ja. Ja? Dus, maar je moet altijd uitkijken met. Dus dan zou ik eerst dit even proeven. Ja. En daarna dit even proeven. En dan kan je daarna kan je zelf. Dit is gewoon een lepel. Ja, daar kan je zelf. En de cube mayo. Dus ja? Dit is best wel eenvoudig. Maar hoeveel als het, moet je toevoegen ongeveer? Ik zou beginnen met. Zo'n klein beetje maar. Zo'n klein beetje. En hier dan opbouwen. En daarna even mengen en daarna proeven. En Jaap, heb jij dat wel eerst gevraagd? Hoeveel hij zou doen? Nee, ik heb allebei geproefd. Ja, taak. Ik dacht gewoon, dit doe ik. Deze beetje de pennensla die ik gesneden heb. De
wel precies. Probeer in de taco te blijven. In de beweging te blijven. Ja, gewoon één beweging. Al ga je een rare beweging maken, je moet gewoon één beweging maken. Gewoon. Zo, ja, dit is wel heel leuk. Ja, dit is wel heel leuk. Met de kerstman, we voelen er af en toe een koud bij. Ja, de kerstman zei het natuurlijk al, hartstikke bijzonder dat jullie met z'n allen de kou hebben getranseerd om hier vanavond te zijn bij Ron Blauw. Om te gaan strijden voor het goede doel. Mijn naam is Mark Lebeland, ik ben de stem van Sky Radio. Dus als je van kerstdienst houdt, ja, dan word je ook doodgegooid deze maand met mijn stem. Ja, die lectie op zijn vader nu. De dokters zijn binnen hoor. Ja, wat moet nu gebeuren jongens? Ja, je hebt eigenlijk een beetje je eigen glas aan het gooien, ja. Want ze zei dat je dat nooit doet thuis, maar omdat je het zo vertreffelijk hebt gedaan vanavond, ben je gewoon de Sjaak. Dat doe je nog morgenavond ook, hè? Ja, het is heel onhandig. Je moet nooit, dat zei ik ook al eerder, je moet ook bijvoorbeeld klussen. Dat heb ik ook al jaren, zeg ik dat ik niet kan. En dat is heel verstandig. Nou kan ik dat echt niet, maar koken kan ik inderdaad wel een beetje. Dus ik zal aan de bak moeten. Ja. Kim heeft toch nog nooit geprobeerd te zingen, mag je hopen? Ja! Nee! Die zijn alleen nog op fysiek is het deze. Ze heeft ooit wel twee singeltjes uitgebracht. Ik weet niet onder welke naam. Heel goed. Precies. Maar die zijn nog ergens te vinden. Nee. En die zoek ik. Dus als iemand ze weet te vinden, stuur ze naar mij. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor de man die nog beter kan zingen dan hij kan koken. Hier is Jan Reesema en pianist Marijn! Alles is veranderd, alles is hetzelfde, alles is kapot, alles doet er nooit, alles staat stil, alles gaat door, alles heen. Papa, waarom slaat die man op straat? We hebben Eén groep loopt hier zometeen met 50.000 euro de deur uit te besteden als radiocampagne op de One and Only Sky Radio. Ron, mag ik hier ook eventjes bij? Ja. Ron, hoe is het nou om eigenlijk hier s'avonds te zijn en alles uit handen te moeten geven? Ja, dat is heel raar. Maar het ging leuk hoor dat alles goed ging, dat het een georganiseerde bende was. Nee, maar ze waren in de keuken zei dat er best wel talentjes bij zaten, dus dat is goed om te horen. Dat was een close call en Santa heeft ook geen handschoenen aan vanavond tegen de kou. Dit is gewoon echt de blaren van het tellen. Ongelooflijk. Wat een sensatie allemaal. Het zag er allemaal heel lekker uit. Ik heb geen hap gekregen. Hé, maar moet je luisteren.
Ik heb hier een fantastische check en die gaan we uitreiken. Ja, en hoe gaan we dat aanpakken? Laten we ze nog een beetje inspannen? Nee joh, dat heeft al lang genoeg geduurd. De grote winnaar van vanavond, van een halve ton te besteden aan radiospots op Sky Radio, is het... Ja, ja... Wilhelmina Kees! Ja! Deco. En we gaan gordijnen kijken. We hebben hier een soort karretje neergezet. Met wat leuke kussentjes, wat leuke plantjes, wat schilderij. Ja. Ja, ik snap het. Dit is echt erg, hè? Deze kamer, die gebruiken ze dus nu voor afscheid nemen. Als kindje komt te overlijden, familie. Dat moet anders. Dat is toch verschrikkelijk als je hier laatst afscheid neemt. Ik moet gewoon huilen. Wat gaan we doen? Net de dames. Knetterhard aan het werk aan de shower om alles op de plek te krijgen aan de kamers. Een van de kamers wordt nu al in gebruik genomen. Heel heftig vrouw. Dus die kunnen we niet helemaal afmaken. We hebben het wel een beetje vrijgemaakt voor de ouders, zodat ze nog een beetje ruimte hebben. Ik ben er klaar voor. De eerste kamer. Er komen nog dingen bij, maar... Hoe mooi is dit nu? Slaapbank geworden. Jullie allemaal zo hard over mee hebben gedacht. Dat is allemaal gerealiseerd, jongens, door jullie. En alle partners. Nou, waarschijnlijk willen we daar dan nog een plant. Ja. Daar komt dat bankje van Patty Brad nog en alle speelgoed. Daar dan in. Nou, de lampen die doen het nog even niet. Dan kunnen we eventueel nog wat ophangen aan de muur. Of nodig is. Ted, wat doe je? Teddy, wat doe je? Nou, een heel fijn weekend en ik hoop voor jullie dat het weer een beetje doorzet. Het is natuurlijk wel koud, maar het is wel echt heel mooi met het zonnetje en een beetje het ijs. Ik zag in Twente sneeuw zelfs, nou dat zie je niet. Ik sta zondag in de winkel voor de mensen die het altijd vragen. Want zaterdag, dus morgen, gaan we een heel gedeelte verhuizen. Ja, dus morgen kan ik helaas niet zijn. Het zal wel heel druk worden, want het is voor kerst. We hebben ook hele mooie sale. En we pakken heel mooi in, dus mocht je nog cadeautjes nodig hebben voor kerst, dan kan dat ook. En je kunt het natuurlijk ook nog online bestellen. Dan ben je nog op tijd voor kerst. En ook dat kunnen we inpakken. En anders zie ik je zondagmiddag tussen 12 en 5 ben ik er samen met Jacqueline en Jan en Amber ook. Onze oppasfamilie, dat weet je wel. En natuurlijk een aantal dames van Poespas zelf. Ik hoop jullie te zien. Het zou gezellig zijn. Doei! Hier is een nieuwe aflevering van Lekker.